Doei. Nieuwe ploeg. De derby, Tuurland Herren. Wat doen we? Eens kijken. Ja! Bij Tuurland,
Een jongen. Misschien is uitkomen, maar ik kan het ook.
21 onderweg. Bal bezit voor de Azzurri. Zijn op goede verdediging met de Tunnel. Ja, in altijd de vrije man. Ja, verdedigend staat. De coach heeft zijn huiswerk gemaakt op de tribune. Zijn we net schrijven. Hij heeft dat meegegeven aan Gids. Die beter in het spel. Zal als hoekak van Tunnel van het leeg zijn. Die een krachtige gebruik in deze wedstrijd. Ja, dat maar dan de kracht en de snelheid. Op de muur. Ik heb de jongens met de zutte Tristan. Thank you.
niet gezien. Dus die hebben vlakken, dat is wel. Deze wedstrijd. Dat is goed als gedaan, zeker. Maar Winter gaat toch wel goed naar toe putje. Dat zal ze wel verdienen. Zijn toestel en wacht met bogen.
feels this on you. Ik ben nu dan.
slot. Deze partij. Om te spelen. Nu dan. Dit is de van de vrouw en de zon.
spelen.
Thank you.
Opa!
45. Ja, Aldenaar, Turnhout, van Maxime. Ja, wat? Oh, oh, oh.
geen gezichtsbescherming. Ja, en de man met het kale hoofd, wat denk je aan de broer van de Per Zetterberg? Ja, als die bent echt de R. Zal er echt een open bus zijn.
Ja, zal het een kans zijn. Wat is het hier ook? Goed, ja.
De jongen die nu al is, dat is toch ieder zelf. Dan hebben ze een rugje afgedroogd. Dat kan niet. We gaan gewoon live naar de kleedkamer. Dat is chill. Gewoon naar de kap. Gewoon naar binnen. We zijn live in de kleedkamer. Ah! En dan is het toch eigenlijk weer na. Jongens, nog 30 seconden en dan moet iedereen op zijn plaats zitten. Dat zijn er nu nog 20. Ja, laat je de zak maar staan, man. Kom. Ja, zeg maar, medailles dat we niet doen, dat is niks. Die anderen waren elkaar. Ah, daar zijn ze. Geef ze een door, applaus. De laatkomers. Oké. Eerst en vooral, dankjewel allemaal om vandaag naar hier te komen. Wij vinden het altijd geweldig, zoveel enthousiasme, zowel van de supporters als van de spelers. Een paar dingen die ik moet zeggen die heel belangrijk zijn. Het eerste is, als teams naar hier komen en deelnemen aan de Macro Cup, zijn het allemaal winnaars. Wij spreken nooit over verliezers en dat is een heel duidelijke reden, er zijn geen verliezers. Ja, ze zijn natuurlijk te laat voor de makker. Dan wel. Nee, elk team dat daar door het bordje binnenkomt voor een match te voetballen, zijn winnaars. Resultaten zijn voor ons minder belangrijk. Wij zijn gewoon allemaal winnaars. En voor winnaars mag je uiteraard een applaus geven. En dan. Ja, morgen was dat zo meer normaal. Voilà, en dat was het. We gaan hier afronden. Iedereen is een medaille gekregen. Sorry. Nee, is waar. Maar achter al die teams staan er nog trainers en verzorgers en ik weet niet welke functies dat ze willen invullen, maar ze zijn er wel in de week om jullie kinderen de basisbeginselen van het voetbal bij te brengen, soms van manieren, maar ook zodat jullie een paar uurtjes op het gemak zijn en kunnen genieten op een zaterdag of op een zondag van een leuke wedstrijd. Dus die mensen verdienen toch ook wel een paar dingen. Ja, schroef. Ook niet te veel. Ons been is te zweven. Wij gaan gewoon aan elk team een medaille uitdelen, want ik heb er juist al echt zelf al winnaars. Het eerste team dat een medaille mag komen halen, dat zijn die van Hennen! Dan zijn jullie al We'll be right back.
is er nog één ploeg die moet komen. Gisteren was er ook een ploeg, een beetje dezelfde als binnen die nationale. Die kwam hier toe en die zei tegen mij: van mij moet ons goed naast te komen van ander toernooi. Ik vond dat niet veel zin in mee, maar al die kinderen willen alleen naar hier komen. En dat is normaal. Dat is normaal. Geef alsjeblieft een heel groot applaus. U mag van mij op die boarding lopen als dat uw spelers motiveert. Als dat iets dat demotiverend werkt, dan kom ik u uit het publiek halen en dan maak ik u met de grond gelijk. Vandaag heb ik dat niet moeten doen, ik heb een paar mensen van gepest, ik moet het ook toegeven. Maar ik zeg het eerlijk, ik vind dat super tof. Als ouders komen ze worden en kijk zelf eens rond u, u bent met velen naar hier gekomen. Dat is heel positief. Ook de coaches, dat is natuurlijk de tweede lijn, daar kan het nog gemakkelijker bij. Die hebben we vandaag schitterend gedaan. Maar ik ga je vragen om nog iets te doen. Jongens, neem elkaar eens vast. En dat is niet bij de boel. Gewoon zo de schouders. Ah, wat gekende. Nee, ik vraag aan de spelers om hetzelfde te doen. We moeten elkaar vastnemen. Ja, en we hebben nog een liedje. Het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk, het is heel simpel. Maar je moet luisteren naar de tekst en doen wat er gevraagd wordt. Oké? Zijn jullie klaar? Jullie mogen gewoon meedoen. Als de coach het goed doet, mogen jullie meedoen. Oké? Allee, Jens. Ik vind dat schitterend. Ze mogen ook één ding doen. Wat is uw naam, vriend? Sepp. Een hele moeilijke vraag. Als ik deze naar u uitstrek, welke naam is dat? Zeker? Oké, je hebt gelijk. Is er, zijn jullie klaar? Ik ga nu vragen om met uw rechterarm hier langs de boarding te vertrekken. Je mocht helemaal rondlopen en daar mogen alle ouders je arm ook uitstrekken en dan kun je een high five doen met alle mensen wat er staan. Wat denk je daarvan? Ga je dat kunnen? Ja. Oké. Nee. Geen klappen in het gezicht. Je weet gewoon, karma gaat dat terugkrijgen. Allee, dat weet ik zo. Hè. Op het moment dat je daar door het poortje komt, zijn het terug van je mama en je papa. Dan had ik het gerust. Zijn jullie klaar? Ja, ze zijn niet klaar, denk ik. Zijn jullie klaar? Ja!
tegen Jens.